Het moment is eindelijk daar. Oh, wat heb ik hier zin in. Like deze video sneller dan dat ik aan de overkant ben. En de tijd gaat nu in. Oh, dit hadden jullie niet verwacht, hè? Yes! Oh, ik heb een eigen soort van speedband, kan ik het misschien wel noemen. Vandaag, jongens en meisjes, maak ik mijn eigen waterattractiepark. Laat ik beginnen met een power dropper. Met daarbij een tweede en misschien zelfs wel een derde dropper. Kijk hoe episch. Ik zet zoveel mogelijk droppers neer en de bedoeling is eigenlijk heel erg simpel. Ik moet proberen om het meest epische, het meest groot, maar vooral het meest populaire waterattractiepark ooit te maken. Ik heb net nog even... Wow! Er is iemand op bezoek bij mij, jongens! Iemand met een vliegend tapijt. Interessant, interessant, interessant. Wij kopen... we hebben hem gekocht. We hebben de Ultimate Dropper erbij gekocht, jongens. Dat levert ons weer een hoop extra producten op. Zeg maar, de soort van glimmende vierkantjes die wij produceren, dat zorgt ervoor dat wij geld verdienen. En dat is noodzakelijk. Laat ik een kleine 25.000 startbudget kopen. Dat is misschien een beetje overdreven, maar dan kunnen we er wel gelijk lekker voor gaan. Ik heb een upgrader gekocht en ik denk dat wij nu officieel kunnen gaan beginnen met het maken van het gebouw waar dit allemaal in gaat plaatsvinden. Laten we beginnen met een extra speedpad. 25 walk speed. Oh! Dat is super chill. Even serieus. We hebben gewoon iets gekocht waarbij we dus nu sneller kunnen rennen wanneer wij over dit plateau zijn heen gelopen. Hoe chill zou dat zijn in het echte leven? Dat je gewoon in je kamer een soort van plateau hebt en iedere keer wanneer je daarop staat, dan kun je sneller rennen. Waardoor je dus binnen no time op school kunt zijn. We kopen een ultimate upgrader. En hiernaast hebben wij de extra droppers. Dat zijn meerdere in één keer als het goed is. Daarvoor hebben wij een beetje extra geld nodig. Maar het geld stroomt op dit moment binnen. Dus dat moet op zich wel lukken. Of ja, hoe noem je eigenlijk geld in Roblox? Wat? Deze jongen kwam mij net nog bezoeken met zijn mooie vliegende tapijt. En nu is hij teruggekomen en maakt hij mij een kopje kleiner. Letterlijk en figuurlijk. Wauw, jongens. Dat had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen. We kunnen een mega upgrader en een double cash upgrader kopen. De mega upgrader die kost 95 en de double cash die kost 175. Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Maar als we genoeg likes halen op deze video, wie weet. Ik zal jullie even uitleggen. De bedoeling is dat we dus nu eerst onze droppers allemaal maken. Zodat we eigenlijk de inkomsten kunnen werven. En daarna kunnen wij waarschijnlijk de allereerste waterglijbanen gaan neerzetten. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Ik bedoel, we maken een waterpark. Dus waterglijbanen die horen daar natuurlijk wel een beetje bij. Even kijken. Ik heb nog iets meer geld nodig. Ik heb 11.000 nodig. Nee, 13.500. Nou, een kleine 5.000. Dat kunnen we er nog wel bij doen. Dan kopen wij hiervan de power dropper. Kijk eens aan, jongens. Nu gaat het nog sneller. En terwijl mijn geld aan het binnenstromen is, wil ik eigenlijk wel even een kijkje nemen bij een andere speler. Om te kijken hoe het waterattractiepark er uiteindelijk moet komen uit te zien. Eerlijk, stel je nou eens voor, jij zou je eigen waterattractiepark mogen hebben. Hoe zou je hem dan noemen? Laat het mij hier beneden weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Aqua World of Water Paradise. I don't know. Ik ben echt oprecht heel erg benieuwd. Nee! Ik was helemaal vergeten dat mensen een owner door kunnen hebben. Maar kijk dan hoe episch dat eruit zag, jongens. Holy moly, dat was episch. Oké, laten wij zo meteen de allerlaatste dropper gaan kopen. En laten we nu eerst even kijken of wij de muren kunnen gaan plaatsen. Laten we beginnen met muur nummer 1, muur nummer 2 en muur nummer 3. En daarop volgt natuurlijk muur nummer 4. Eigenlijk wil ik eerst even de owner doorkopen als dat kan. Is dat hier te doen? Nee, dat is niet hier. Ah, wacht. Dit is de main floor. Ah, ik snap het al. Dit hier, deze soort van kamer, deze soort van ruimte wordt gebruikt voor het werven van de inkomsten. Dus hier staan eigenlijk onze machines die de eurotjes verdienen. De centjes, zoals meneer Krabs dat zou zeggen. En de kamer hiernaast, dat is de kamer waar waarschijnlijk uiteindelijk de glijbanen gaan komen te staan. Ik kan niet wachten, jongens. Ik heb er zoveel zin in. Wij kunnen hier de entrance plaatsen. Let's go.
Kijk, dit is dus officieel nu de openingsdeur, zeg maar. En wanneer wij hem rood maken, dan zorgen we ervoor dat niet zomaar iedereen naar binnen kan lopen. Nou, laten we de muren ook gelijk even upgraden. Kijk, dat ziet er al een stukje beter uit. Een fish tank. Oh, dat is gaaf! Alleen, we moeten nog wel vissen hebben. Kijk, we... Zo. Zijn dat niet een beetje te veel vissen voor één aquarium? I don't know. Ik ben geen dierendeskundige. Maar ik denk dat dat er wel een hele hoop zijn, to be honest. Maar gelukkig is het decoratie. Ik ga er dus maar even van uit dat het geen echte vissen zijn. En we kunnen dus met een gerust hart weer verder. Wij hebben momenteel genoeg voor de allerlaatste dropper aan deze kant. Ziet er goed uit. Laten we gelijk even de ramen plaatsen. Ah, jongens, het begint echt een vorm aan te nemen. Het begint echt te lijken op een bedrijfje. Ja, het lijkt serieus nu op een bedrijfje. Daar hou ik van. Ik vind het altijd leuk om zeg maar dat proces een beetje in zijn werking te zien gaan. Hoe je zeg maar begint met scratch. Dus eigenlijk gewoon met niks. Ik heb trouwens een zwaard. Ik heb dat helemaal niet gezien. Ik had die jongen met zijn tapijt gewoon kunnen aanvallen. Maar in plaats daarvan viel hij mij aan. Niet zo slim, Job. Niet zo slim. We kunnen hier de bordjes neerhangen voor de kleedkamers. Ah, nice! Dit is waar mensen zich moeten gaan omkleden. Oh, jongens, waar zou jij je willen omkleden? Ik bij de vissen. Ja, natuurlijk. Ik ga toch niet hier links of rechts kiezen. Ik ga gewoon lekker het aquarium in, joh. Ik ga me lekker bij de vissen staan om te kleden. Kijk, we hebben nu de muren neergezet. Dit is zeg maar dus de plek waar mensen zich kunnen omkleden, hun zwembroek kunnen aandoen voordat ze het water inspringen. Want ik raad je wel aan om dat te doen met zwemkleding en niet in je doordaagse outfit. Even kijken. Weet je wat? Laten we wel even in een chronologische volgorde verder gaan. En laten we dus eerst... Jij bent weer terug. Jij hebt mij net ingemaakt. Ja, sorry man bro, maar jij begon. Jij begon. Hij was sowieso eerder met zijn vliegende tapijt. Ik wou zeggen, laten we eerst even kijken of we hier nog iets kunnen doen. Of is hier echt alles nu gedaan? Ja, hier is alles gedaan. Oké, nice. Anders waren we van de ene kamer naar de andere kamer. We kunnen beter eerst even dit hier afmaken. Super. Dan plaatsen wij hier de tweede verdieping. Oh my gosh, jongens. We zijn lekker bezig. We verdienen al best wel veel geld. En weet je wat? Omdat ik in een goede bui ben. Een waterige, glijbaanachtige bui. Kopen wij de upgrader erbij. Bam! Als het goed is, hebben wij nu een upgrader. Die ervoor zorgt dat het geld nog meer waard is. Oh my god, zou er überhaupt iemand bestaan die in dit tempo zijn geld verdient? Besef, ik sta hier gewoon met jullie te praten en gedurende die tijd is er gewoon alweer 5000 bijgekomen, 6000 eigenlijk al. Oké, hoe kunnen we eigenlijk de owner door aan deze kant aanzetten? Want dat hoort wel te kunnen. Kunnen wij dit pakken? Nee, je moet ervoor betalen. Oh, zo nare tijd als je denkt dat je iets gewoon kunt krijgen, maar het kost toch weer geld. Oké, dit is de tweede verdieping. En ik zie dat we nog een derde verdieping zelfs kunnen maken. Dus het houdt niet op, jongens. Oké, laten we even kijken. Dit zijn de lichten. Die zijn ook belangrijk. Ah, wacht. Nee, joh. Dus zelfs waar we nu rondlopen, dat is nog ineens het waterpark. Dit is zeg maar het gedeelte waar je jezelf kunt omkleden. En waar je zometeen waarschijnlijk wat te drinken kunt kopen. En waar ik nu loop, waar wij nu dus gaan kunnen bouwen. Dat is het gedeelte waar uiteindelijk de attracties gaan komen te staan. Dus laten we eerst even de muren neerzetten. Wij hebben hier een gras. No, een gras. Dat is niet echt Nederlands, Job. Even kijken, wat is dit? Oh, dit zijn de muren al. Oh, jongens, ik wil die wel even heel snel kopen, hoor. Hopsakee. Kijk, wij hebben... Oh, kom hier. Kom hier. Yes, ik heb hem gewoon van zijn tapijt afgeholpen. Yes. Oké, nee, ik wou zeggen, we hebben dus nu muren om ons waterpark heen staan. Wat? Yo, deze upgrader is insane. We hebben gewoon $40.000 verdiend in nog geen 3 minuten. Oké, laten we eerst even de paden afmaken. En misschien ook maar even de kleedkamer van de meiden. Wat mooie decoratie. Oh, het ziet er wel schattig uit. Aantal mooie outfits. Je gaat me niet vertellen dat ik ze kan aantrekken, toch? Ah, gelukkig. Oké, het was best wel geilig geweest eigenlijk. Oké, nee, maar dit is gaaf, man. Dit is leuk. Nog meer outfits. Kijk, dit is toch prachtig, jongens. Alleen ik vind het wel een beetje vreemd dat er zeg maar geen deur in zit. Dan heb je dus een soort van afscheiding tussen jongens en meisjes. En dan zit er alsnog geen deur in. Nou, nu de stoere onderwaterkleding van de jongens.
Dit wordt hem, jongens. De mooie roze zwembroek is nu al mijn favoriet. Waarschijnlijk gaan we dus de volgende aflevering officieel beginnen met het plaatsen van de allereerste onderwater of bovenwater glijbanen. En ik kan serieus niet wachten. We zitten in totaal al op 65.000. Oh my gosh. Laten we eerst even dit gebouw afmaken. Dit zijn de muren. Hartstikke handig. Oeh. De derde verdieping kost 90.000, jongens. Dat is bizar veel. Ah, wacht. Waarschijnlijk gaan we hier ook nog kluisjes moeten neerzetten. Of nee, nee. We hebben eerst nog een nieuw gedeelte waar we droppers kunnen plaatsen. Dat is op zich wel prettig. Dat betekent dat onze inkomsten zometeen namelijk nog meer kunnen toenemen. Hé, luister. Ik wil dit soort dingen. Zeg maar van die automatische loopbanden. Dat je er gewoon op kunt staan en je gaat naar voren. Die wil ik in mijn slaapkamer. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Sommige mensen hebben van die momenten. Dan ben je zo lui. Ook al gaat het dan maar om 10 stappen. Het is dan wel echt super chill als je gewoon een automatische loopband hebt. Oké, laten we eerst deze kopen. 31.000. Dat is een nieuwe dropper. En de volgende die kost alweer 35.000. Ik vind het leuk geweest. De volgende video gaan wij er weer tegenaan. Gaan we kijken of we de tweede verdieping hier zo kunnen afmaken. Daarna krijgen we nog een derde verdieping. En daarna kunnen we officieel beginnen met het plaatsen van de waterglijbanen. Laat in de comments weten hoe jij jouw waterpark zou noemen. En de leukste naam kan ik misschien wel verkiezen tot de naam van mijn waterpark. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios.